sneller langs de paspoortcontrole met de Iris-scan. Vanaf nu hebben ook diplomaten en vertegenwoordigers van internationale organisaties buiten de EU deze mogelijkheid. Vandaag opende minister Leers op Schiphol hiervoor de Orange Lane. The Netherlands is an open society with an eye for the importance of international transportation and cooperation. Toegevoegde waarde voor Schiphol van de Orange Lane is dat diplomaten van buiten Europa nu op een hele snelle manier door de paspoortcontrole kunnen komen van Schiphol. Mensen waar we economische of andere relaties mee hebben die van belang zijn voor onze samenleving, dat we die ook willen faciliteren om in ieder geval snel hier naar Nederland te kunnen komen en eventueel weer terug te gaan naar het land van herkomst. Voor Europese burgers was het al mogelijk gebruik te maken van het zogeheten Privium-programma. Na een identiteitscontrole en het vastleggen van het unieke oogkenmerk door de Koninklijke Marechaussee krijgen Privium-leden de mogelijkheid om de Nederlandse grens op Schiphol sneller te passeren. Het Privium-programma is meer dan alleen de automatische grenspassage, dus de grenspassage door middel van Iris-scan. Het is vooral ook het Privium-lounge-programma, dus het kunnen gebruik maken van de lounge, het kunnen gebruik maken van parkeerfaciliteiten, dichter bij de luchthaven en dat soort zaken. Schiphol is onze nationale trots en het is een internationale hub. En Schiphol biedt faciliteiten waar wij graag op inspelen. Die combinatie is een hele sterke. Meer informatie over snelle en veilige grenspassage met het Privium-programma vindt u op schiphol.nl.